Ja, ja, zeker. Ze is... 11. Wat dat van zijn? Doe maar één flip. Hoi, nog gebeld. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals ik in de vorige video heb aangegeven, zouden we eigenlijk twee diensten draaien. In ieder geval in die zin dat Michael ochtenddienst draait en ik een avonddienst. Maar aan het einde van die video kwam ik erachter dat ik heel veel materiaal had en nog een onderwerp wat ik even goed moest uitzoeken. Dus we gaan vandaag beginnen eigenlijk met de restanten van die beelden die we hadden. En we beginnen eerst even met de dienst van Michael. Dat zijn de ochtenddiensten in Utrecht-Zuid en daarna gaan we door naar Lekpoort, dienstje op de motor. En aan het einde hebben we toch wel een melding die veel in de media misschien al geweest is en wat uitleg over gegeven. Dus we schakelen nu over naar Michael. Als jullie kunnen zien, mijn maatje die is even weg. Want die had nog even wat eigen klusjes. Ik ga verder naar de volgende melding. Een geluidsoverlast. Dus we gaan even kijken wat we daar ter plaatse aan gaan treffen. Hoi, man. Goedendag, meneer. Hallo. Alles goed, meneer? Ja, lekker met jou. Ja, ga niet naar bed, man. Wat dan? Alles gaat kou. Kou? Nee, alles gaat kou. Ja. Geen kou, ik ben gewoon verkouden. Ja, persoon aangetroffen bij het voertuig. Heeft u vrij iets van een legitimatiebewijs? Heeft u vrij legitimatiebewijs? Ja, nee, gewoon, daar rijden we nog niet op. Ja. Waarom noem je niet? Als u dat trapt, heb je het. Wat zegt u? Ja, de aansteek. Nee, ik rook niet. Alles wat ik wilde, jongen. Ik zit de hele tijd die fucking aansteek. Ik heb geen kinderen. Oké. Luister, ik wil een lastpak, maar aansteek is al geweest. Ja? Ja, dat is dat zo? Ja. Oké. Ik weet niet. Ik kreeg een belletje namelijk dat je wat overlast veroorzaakte. Oh ja, ja, natuurlijk. Ja, eigenlijk mag ik niet zeggen. Alle tonen allemaal hier flikt. Ik help, man. Ja? Lekker wat zo doen. Oké. Maar dat is vrij mening, toch? Of niet? Ja, wat jij wil. Ja. Heb je iets bij je wat je niet bij je mag hebben? Nee, helemaal niet. Nee? Vuurwapens. Ik heb wel een vuurwapen, maar ik heb een stoel. Wat dan? In mijn zak. Hm? En ook niet in mijn broek. Dat mag jij niet weten. Oké. Okay. Ja. Maar je mag wel wat gaan zoeken. Ja, stap maar even uit. Ja. Doe maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je bent te traag, man. Oh, ik ben niet goed traag. Je hebt mensenkennis. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb geen wapens, maar ik moet een wapen. Ik denk voor u gewoon. Hey. Dat is de wapen, jongen. Hij is geladen. Nee, je is je vuursteker. Hè? Hier. Wat ben jij, man? Wat zijn als je even doorzocht hebt. Ja, ik heb het duidelijk doorzocht. Wel even belangrijk om in de kast te zetten dat hij zegt dat hij nog steeds op de vuurwapen beschikt. Maar dat hij niet, dat hij die nu bij zich heeft. Luister even. Ja, wat zegt u? We krijgen een melding hè, van geluidsoverlast. Doe even rustig. Ja. Ja? Als je... Nee, luister even. Als je hier wil zitten, gewoon rustig doen. Ja? Dat mensen geen meldingen gaan maken bij mij. Nee, ik, nee, maar luister even nou. Nee, ik wil geen meldingen meer krijgen. Als ik weer een melding... Ben je de wijkagent? Luister, nee, ik ben geen wijkagent. Als ik weer een melding... Nee, ook niet. Luister even naar mijn collega. Oké, sorry. Ja, als ik weer een melding krijg... Ik sluit me helemaal uit. Dat ja. Door die ADHD. Ik zal me helemaal afsluiten. Dus ik kan niet meer... Ja, oké, wacht even. Ja, ben je er weer? Ja, ik ben er nog. Mooi. Hé, als ik weer een melding krijg, krijg je van mij een bekeuring. Duidelijk? Wat zegt u nou, mevrouw? Ja. Een bekeuring? Dan wel ja, als ik weer moet komen. Je is even normaal, man. Ik ja. Gewoon een... Yes! Nee, je krijgt geen boete als ik moet terugkomen. Dan krijg je een boete. Oké, dankjewel meneer. Yo! Nou, zoals je kon zien, te plaatsen gegaan bij die meneer. Nou, die was erg druk, zoals je kon zien. Je hoort ook direct eigenlijk wel dat hij begint te praten over dat hij een vuurwapen heeft. Nou, dat is ook een van de redenen dat ik ook even de auto gecontroleerd heb en meneer zelf ook gecontroleerd heb. Niks aangetroffen, hem een waarschuwing gegeven en hij gaat het nu rustig houden hopelijk. En mocht ik terug moeten komen, dan heb ik hem beloofd dat hij wel een bekeuring krijgt. Dus we gaan nu weer verder.
kreeg een melding van een, heette dat, een fietsendiefstal. Iemand die zag dat er iemand mogelijk een fiets aan het stelen was. Zou hier in het park zijn geweest. Meerdere eenheden in en rondom het park uitgekeken. Persoon niet meer aangetroffen. Een aangifte die wordt opgenomen en wij gaan met vervolg. Heb je vals geld bij je? Nee. Want dan wordt gezegd dat je dat hebt. Ja, oké, nou ik heb hier heel veel meiërs, maar geen vals geld, jongen. Oké. Ik wil even kijken. Ja, je mag kijken. Is het knippen dan? Ja, dat weet ik niet. Ga ik even kijken. Is het knippen? Heb je nog meer? Nee. Het zijn twee rode. 15 meiërs. Tenminste, min 1 is 14 aan de grond. Vind je ze goed dat ik even kijk of ze goed als ze echt zijn? Ja, ik ze even iets van tellen, maar ik juist van moment. Let op. 1, 11, 12. Ja? Laat me even kijken. Die ook? Moet die ook even kijken? Die kijken niet. Wat dan? Omdat die nep is. Dat is de enige die nep is. Laat even zien. Ik ga ze even controleren. Ja? Kom zo bij je. Hij wilde een sigaret kopen. Ja. Ze had hier een briefje doorheen. Continu rood, meerdere briefjes, allemaal vals. Ja. En ik vind het wel een beetje agressief. Allemaal rood? Ze worden allemaal rood? Ja, toch? Hun apparaat geeft aan. Nee, hun apparaat geeft aan dat hij vals is, maar hun apparaat is heel gevoelig. Ja, dus ze zijn heel even naar de ethos toegelopen en daar kloppen ze. Ja, dan moet zij een excuus aanbieden. Luister even. Kijk. Even meetellen, dat je ze allemaal weer terugkrijgt. Oké. U had gebeld? Waar is het? Daar hebben we op deze plek twee vrouwen staan. We hebben nog gebeld, maar... We kregen net een melding van de meldkamer om met voorrang te gaan naar Lunetten. In verband met de huidige omstandigheden al hier in het park was er een verdachte situatie. Er werd iemand gezien die zich onder een brug verstopte. De melder die vond dat raar. We zijn daar met voorrang naartoe gegaan. Dat betekent dat we onze blauwe lichten aandoen. Maar onze toeters en bel eigenlijk zo weinig mogelijk gebruiken. Dus daarom is het ook handig om altijd goed te kijken. Van, joh, komt er een politieauto aan met alleen blauw zwaailicht. Dan heeft hij wel spoed. Alleen dan kan hij niet zijn toeters en bellen gebruiken. Want anders hoort iemand hem natuurlijk aankomen. Nou, we hebben die persoon hebben kunnen controleren. En nu is het voor het verdere onderzoeksteam om daar mogelijk nog naar te kijken wat daar verder uitkomt. Dus wij gaan door. Wat het onderzoek lastig maakt, is dat er nog geen helder signalement is van de dader. Behalve dat het om een man gaat. Nee, daar worden we veel naar gevraagd en we zouden graag een signalement uitgeven, maar dat hebben we nog niet. Vrouwen hebben hem niet goed gezien of hebben uiteenlopende signalementen gegeven. Vandaar dat we nu geen signalement hebben dat we kunnen verspreiden. De 4208, kom maar op. De 4401, kom maar op. Ja, ter plaatse. Waar wil je ons hebben? Heb je al contact met pand?
Ja, nu net. Het blijkt een foutje te zijn. Ze zijn daar aan het verbouwen. Dus bij deze komt hij helemaal te vervangen. Ja, helemaal top. We kregen aan het einde nog een melding van een overvalalarm, maar dat bleek gelukkig loos te zijn. Jan-Willem die gaat hem nu overnemen voor mij in de late dienst in Lekpoort. Dus ik zeg veel plezier bij Jan-Willem en tot de volgende keer. Goedenavond. Is uw rijbewijs bij u? Ja. Dank u wel. Vallen, vond u zelf van de snelheid? Ik heb hier op plek, dus ik moet inhalen die heel erg zat flitsen voor me. Ja. Wat zijn 120, 130, dat is het. Hij was nog maar 100. Ja. Is dat de reden dat u wat harder reed? Je hoeft niet te zeggen. Nee. Ik kan als ik reed nu over voor me en veel te langzaam. Nou, veel langer de rijwijs dan ik, dus ik hoef je niet uit te leggen wat de gevaren zijn. Ik heb zelf ook nooit, maar ja, dat is netjes. Ik heb die weer nu. Dan zouden we het correct zelf gaan, zou het 143 zijn in de 100. De reden dat ik even meenemen is dat ik kan achterliggen op de trailer. Deed deze net wel nog. Oké, okay, heel officieel. Hey, fijne avond. Wel lichte maat spreken? En als deze heer even lichte maat spreken voor hem?
Wacht, wij zijn ook niet vlogger, of niet? Wat zegt u? Jij bent ook een vlogger. Ja, zeker. Ja, meneer. Ja, we moeten even de camera, man. Deze meneer is goed licht, is dat erop. Jan-Willem, Jan-Willem. Als ik nu een lege maat zou wachten, mag u voor mij filmen. Moet ik even weten wie u bent? En die meneer daarachter ook? Jan-Willem, Jan-Willem, ja. Goedendag, meneer. Ik zeg eerlijk, kom gewoon. Waarom is het gek? Ja, dit is weer mooi, ja. Meneer, is mijn licht van het. Ja, dank u wel, meneer. Mooi. Heeft u van mij ook nog een idee, meneer? Ja, dit is. Heb je alles ook gefilmd? Ja, zeker. Kunnen we mee doen. Maar welke platform zijn jullie? Het is helemaal een hype, hè, tegenwoordig. Ja. We hebben alles administratie doen, hè. Dat is goed afgelopen, man. Maar dat is gekeken. Ja, man. We doen dat ze vervolgen, man. Yes. Heb je alles ook gefilmd? Ja, zeker. Kunnen we mee doen. YouTube, man. YouTube? Ja, toch. Je kunt allemaal terugkijken. Maakt ook die YouTube money zo. YouTube money zeker? Ja, doe je het ook voor die YouTube money zo? Nee, zeker niet. Is dat bij zo? We moeten die players expansen, toch? Wilt u dan liever dat een winkel die gepakt wordt en dan een man pedofiele gevoelens heeft, zeg maar? Maar kijk, als iemand een strafbaar feit doet, dan kan elke burger mag dat wel aanhalen. Ja. Het is wel een beetje een manier op. En ik denk wel, volgens mij moet je dit bij de politie laten. Die zijn daarvoor, Wat ik al zei in de video van vorige week, moest ik dit onderwerp eventjes goed uitzoeken, even uitdokteren en even juridisch kijken van ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Dat is lastig en het is een hele dunne grens, zeg maar. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon eens bij feiten benoemen om te laten zien wat er gebeurt en wat juridisch wel en niet kan. Deze heren in dit geval, in deze casus die jullie op beeld hebben gezien, hebben een meneer aangehouden op hete daad. Nou, in dit geval mag je als burger iemand aanhouden op hete daad. Dus dat is, ja, dat kan, dat mag. Ik zal trouwens even het artikel hier in beeld zetten, zodat jullie ook kunnen nagaan wat het is. In dit geval is meneer aangehouden op grooming. Ik zal ook het artikel even hier in beeld zetten. Nou, daar staat een aantal dingetjes in waar dat aan moet voldoen. Vervolgens hebben deze heren ook een stukje zelf onderzoek gedaan. Nou, ook dat is niet verboden. Het is wel een hele dunne grens en een scheidslijn, zeg maar, als het gaat om uitlokking. Dat is natuurlijk pas aan de rechter en de justitie om te kijken van ja, wanneer is de uitlokking en wanneer is het geen uitlokking. Dus dat kan ik lastig nu antwoord op geven wanneer dat nou precies en exact is. Je mag dus nooit de meneer of mevrouw het voorstel doen. Het moet altijd uit die persoon zelf komen. Nou, dat is een beetje het juridische verhaal. En wat we dus vaak zien, je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met bijvoorbeeld een simpele fietsendiefstal. Kijk eens, als iemand, een burger op straat, een heterdaadsituatie ziet van een fietsendiefstal of een heterdaadinbraak, dan mag je die aanhouden. Nou, daar mag je geen geweld bij gebruiken. Dus als je iemand aanhoudt, mag je nooit geweld gebruiken. Dat is in alle tijden aan de politie. Die is daar bevoegd voor. En daar zit natuurlijk wel een hele dunne grens in. Want als je iemand vastpakt, is het juridisch gezien in het term al enigszins geweld uitoefenen. Nou, daar is ook heel veel jurisprudentie over. Hè, wanneer is die grens dan wel en niet bereikt? Maar zoals ik nu een beetje begrepen heb, je mag dus iemand aanhouden en dan mag je hem even vasthouden ter plekke om de politie te waarschuwen. Nou, het is dan wel ook cruciaal dat je ten spoedigste bij de aanhouding de politie inseint. Want je ontneemt eigenlijk iemand zijn vrijheid. Dat is een groot recht van iemand. Dus ja, die neem je van hem af. Dus je moet het ten spoedigste overdragen aan de politie. Nou, dan komt er weer de politie en die doet er dan voorgeleid bij hulp van justitie. En dan gaat hij toetsen. Nou, dan gaat het hele circus, zullen we maar zeggen, verder beginnen. Dus dat is wel eigenlijk heel belangrijk als je op straat iemand aanhoudt. Hou daar altijd rekening mee. Ga nooit geweld gebruiken. Maar op het moment dat jij zelf geweld gebruikt, dan ben je zelf ineens ook verdachte en is de kans best groot dat je ook wordt aangehouden en mee moet naar het bureau voor mishandeling. En dan nu een beetje de vraag, ja, wat vinden wij als politie hier meer van? Nou, dat moest ik eventjes uitlopen en even kijken wat we officieel eigenlijk hier van vinden en mee moeten. Zoals ik al zei, je mag dus ten alle tijde iemand aanhouden van een hete daad strafbaar feit. Alleen, ja, je kan je voorstellen bij een winkel die zal fietsen, die zal, is de impact maatschappelijk al vrij klein en zijn het redelijk simpele zaken. Er zit ook niet zoveel risico aan en dat willen we eigenlijk ook wel graag als maatschappij. Hè? Burgerparticipatie noemen we dat. We willen namelijk gezamenlijk misdaad bestrijden. Dus we vragen ook heel vaak jullie hulp. Denk aan opsporing verzorgd bij opsporingsmiddelen en programma's. Of inderdaad meekijken in een wijk als er veel inbraken zijn. Dus we vragen ook wel als politie van, hè, we doen het samen. Nou, dan kun je dus zeggen, nou, dit is een goed iets dat we het ook samen doen op zoek naar mensen die zedendelinquenten zijn of zedenmisdrijven willen plegen. Ja, alleen wat het gevaar, en we vinden dit wel heel lastig. Het is nogmaals, het is niet verboden, zolang je geen geweld gebruikt en het mij niet uitlokt. Alleen wat we wel heel vinden, dit zijn natuurlijk hele gevoelige zaken. Niet zozeer voor de verdachte uiteraard ook,
maar ook voor de omgeving of voor een slachtoffer. Dus bij de politie hebben we dat ook zo ingericht dat daar speciaal agenten voor opgeleid zijn, zedenregisseurs, daar heel goed mee om kunnen gaan. Die weten precies waar de gevoeligheden liggen, maar die weten ook heel goed hoe juridisch een zaak in elkaar moet zitten om het haalbaar te halen voor een rechter, bij de officier misschien al. En dat zien we natuurlijk bij dit soort zaken, is het vrij lastig, omdat heel veel van jullie waarschijnlijk niet de goede juridische kennis hebben en ook waarschijnlijk niet de goede opbouw daarin weten. En misschien ook dingen stuk kunnen maken in een zaak, waardoor een zaak, als die bij de rechter komt, niet meer haalbaar is. Omdat er in het voorstaan, dus bij de aanhouding of het zelf doen onderzoeken naar zoiets, niet helemaal goed gegaan is. Dus wij vinden het niet echt verstandig dat er groeperingen zijn die dat zelfstandig nu allemaal gaan onderzoeken, eigenlijk een beetje als regisseur spelen. Dan zullen sommigen van jullie misschien wel denken, de politie doet er niks aan, dus we gaan de heft in eigen hand nemen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar en dat is zeker niet de bedoeling. De politie, zoals net al zei, heeft zedenregisseurs. Die zijn daar gespecialiseerd in, die doen onderzoeken met cyberteams, darkweb, allerlei platformen zijn ze onderzoeken. Daarnaast zijn er ook een aantal instanties die de politie helpen, die ook op die platforms dan monitor zijn en die mensen eruit halen. Nou, dat wordt allemaal doorgespeeld met de politie. Alleen wat je vaak misschien daardoor het gevoel ontstaat, dat soort zaken worden bijna niet in de media genoemd. En dat heeft weer ook een reden. Vaak om slachtoffers te beschermen, want het heeft een enorme impact als er een slachtoffer bij betrokken is. Ja, dan wil je dat niet overal teruglezen. En we willen ook niet altijd onrust veroorzaken in een bepaalde wijk. Dus er gebeuren echt wel veel zaken, alleen het komt niet altijd in de media. Misschien dat daardoor het gevoel kan ontstaan, de politie doet er niks aan. Zoals we nu kunnen inschatten is er geen echt geweld gebruikt. Er was fel vastgepakt. Ze waren wel wat grof in de bewoordingen. Volgens mij is dat niet nodig, ondanks dat je emoties hebt. En wat ze dan wel weer netjes gedaan hebben, is in ieder geval de meneer aangehouden en netjes overgedragen aan de politie. Ze wisten zelfs artikelen te benoemen, dus ze waren zich goed ingelezen, dat wel. Alleen wat daarna, en dat is ook later bij het verhoor gezegd door de hulpofficier justitie, het publiceren, het herkenbaar maken vooral van dit verdachte, je ziet het natuurlijk in de media, daar zitten allemaal regels aan vast. En het zomaar online gooien, wat nu dus gebeurd is, herkenbaar in ieder geval, herleidbaar zoals het heet, dat is niet toegestaan. En het risico bestaat ook dat de verdachte in dit geval een tegenaangifte zal doen en dat betekent dat de jongens dus ook weer verdacht worden van een ander strafbaar feit en daarvoor eventueel vervolgd kunnen worden. Dus dat is iets wat we ook niet willen en eigenlijk niet wenselijk is, dat ineens allemaal mensen openlijk zo op het internet komen te staan. En het is gewoon strafbaar. Ik hoop dat ik voor iedereen het zo een beetje enigszins helder en logisch heb kunnen uitleggen. Dus ik hoop dat jullie dat mee kunnen. En nogmaals, het is met de richtlijnen die ik meegegeven heb van de politie en de juridische teksten die ik opgezocht heb. Maar het blijft wel iets even wat ik vanuit mijzelf vertel. Dus als er nog wat nuances of verschillen in zitten die ik niet helemaal goed gezegd heb, dan is het even onder voorbehoud, want het blijft gewoon een heel lastig, gevoelig onderwerp. Maar voor nu wil ik deze video afsluiten en ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter en dan zie ik jullie in ieder geval volgende week weer gewoon bij een nieuwe video. Later!